spelletjes spelend meisje. En daar ga ik even bij zitten. Zo. Wat speel je voor spelletje, spelletje spelend meisje? Een heel stom spelletje. Een stom spelletje? Ja, om een beetje tijd door te komen. Maar wat is het voor spelletje dan? Nou, gewoon, je moet dezelfde plaatjes raden. Of vinden. Is het een beetje wat ik vroeger deed, memory? Ja. Oké, ja, dat ken ik wel, maar dat ken ik alleen, maar dat komt door mijn leeftijd van de kaartjes op tafel. Ja, dat is ook leuk, hè? Maar jij bent wat jonger, hè? Ja. Dus jij bent echt helemaal een soort Whizkid? Nee. Niet? Nee. Wat ben je dan? Nou, ik weet hoe een computer werkt en een telefoon en zo, maar ik ben geen Whizkid, hoor. Oké. Hey, hoe heet je? Esther. Esther, en als je niet met de computer speelt, wat doe je dan? Zit je op school? Ja. Ik studeer. En wat studeer je? American Studies. Nog een keer? American Studies. So we can continue this interview in English or? We could. But we won't. No. We doen het gewoon in het Nederlands. Ja, graag. Hey, en wat houdt het nou precies in? Je doet de geschiedenis leren van Amerika, de rechtssysteem, cultuur. En wat kun je daar straks mee? Ja, dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Nee, echt niet. Nee? Je kan bij de ambassade, je kan bij het nieuws. Het is eigenlijk heel breed. Ja, ja. En wat zou je willen? Dat weet ik ook nog niet. Zou je bij het nieuws willen? Nee. Zou je niet een carrière bij televisie of... Nee. Dat ambieer je niet? Nee. Goh, nou, je lijkt me er wel geschikt voor. Maar goed. Hey, en als je niet studeert, wat doe je dan? Dan... Hobby's, vriendje, vriendinnetje, weet ik veel. Ik heb een vriendje. En ik heb twee nichtjes, dus daar ben ik veel bij. Doe even tussendoor even een knipoog aan je vriendje. Hoe heet die? Galit. Galit? Ja. Oh, dat is echt een Friese naam. Ja, hij is hier geboren. Nee. Waar komt hij weg? Marokko. Marokko. Ja. En waar heb je hem leren kennen dan? In Leeuwarden. Kan je daar iets over vertellen? Heel kort hoor. In het vat. Toen was het nog het vat, het is nu Noah. Oh, ja. Ja. En hoe lang hebben jullie al verkering of is het al een relatie? Bijna 5 jaar. Oh, dat is al lang zeg. Ja. Dus elk jaar lekker op vakantie naar Marokko? Nee, nog niet. Nee, dat moet er nog steeds van komen. Ja, we hebben er elke keer andere. Galit, beste man. Er is een liedje in Nederland dat gaat over je tante in Marokko. Het wordt wel tijd dat je Esther daar eens mee naartoe neemt. Zo, dat heb ik even voor je geregeld. Nou, dankjewel. Bedankt voor dit gesprek. Okay, veel plezier met Memories en de groeten aan Galit. Ja, doe ik.